Een hele goede morgen en welkom bij het live televisieprogramma Onder Ogen in de Korenbeurs. Dit is aflevering 210. Het is vandaag zaterdag 18 december. En we hebben een hele mooie uitzending met onder andere de vraag of boa's hoofddoekjes en keppeltjes zouden mogen dragen. We hebben het niet kunnen missen. De sluiting van de basisscholen en de effecten daarvan. We gaan kijken naar de anderhalve meter verhalen van Schiedammers. En we sluiten feestelijk af met eten en drinken. Maar voordat we van start gaan, eerst het korte weerbericht van Tom Bruin. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 18 december. Afgelopen week hebben wij een enorme hoop saaiheid kunnen bekijken in wat het weer aangaat. Er was een enorme hoop bewolking, er was ook mist en af en toe motregen in het licht. Dat had allemaal te maken met een hoog drukgebied, het was erg stabiel. En het is nu natuurlijk ook zo dat hoge barometerstanden geen garantie voor zonnig weer geven in dit jaargetijde. Ik kan even een blik naar de kerstdagen werpen, maar het is moeilijk. Ik kan het nog niet helemaal zeggen, omdat er twee modellen zijn. De een die laat het zacht worden en de andere geeft koude weer aan. Maar in de loop van de nieuwe week ga ik u dat werkelijk op de site zeggen en vertellen. Denk in Schiedam heeft een voorstel gedaan om hoofddoeken en keppels toe te staan bij BOA's. De afkorting BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de veiligheid te handhaven. De motie van de oppositiepartij zorgde afgelopen dinsdag voor een pittig debat in de Schiedamse gemeenteraad. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen tegen religieuze uitingen, toevoegingen en of versierselen aan het uniform van toezichthouders en boa's die afbreuk doen aan de neutrale houding. Het AOV sluit zich hierbij aan. Wij zouden het namelijk ook niet prettig vinden als een toezichthouder met een hakenkruis rond gaat lopen. Dat zijn natuurlijk walgelijke uitspraken. Uitspraken die ik verre van me werp. Uitspraken die ik niet vind passen bij een raadzit in Schiedam. Denk kreeg voor de motie steun van GroenLinks en fractie Van Dijk, maar een meerderheid van de Schiedamse gemeenteraad stemde uiteindelijk tegen deze motie. En ik heb bij mij aan tafel Sheda Dokgus. Goedemorgen, jij bent van Denk Schiedam. Goedemorgen Ad Mostert, u bent van de VVD. Een motie die niet alleen in Schiedam, maar ook landelijk heel veel stof doet opwaaien. Waarom vond u het belangrijk om deze motie in te dienen? Er is dus een aantal functies in Nederland waarbij het dragen van een hoofddoek of een keppel niet mogelijk is tijdens het uitoefenen van het beroep. Terwijl mensen wel de kwaliteiten en de ambities ervoor hebben. En dan staan ze vaak eigenlijk voor de vraag van, voor de keuze, ga ik kiezen voor mijn identiteit of ga ik voor de ambitie? En dat vind ik een kwalijke zaak. En op het moment dat ik zag dat het een lokale aangelegenheid is om daar verandering in te brengen, dacht ik van, wij moeten stappen maken. En zodoende hebben wij die motie dus ingediend. Is het ook heel erg nodig? Merk je dat er veel mensen zijn die zeggen, ik heb het idee dat ik eigenlijk de functie die ik zou willen uitoefenen niet kan uitoefenen hierdoor? Ja, ik zie dat er in de loop van de tijd steeds meer signalen zijn. Voornamelijk na het commissiedebat en na de raadsvergadering heb ik ook veel berichten ontvangen van Schiedammers, maar ook van andere Nederlanders. En daarnaast zegt de hoofdcommissaris van de politie bijvoorbeeld dat er veel draagvlak is en dat recruiters aangeven dat er veel vrouwen of mannen zijn die een hoofddoek of keppel dragen, die eigenlijk wel zouden willen solliciteren voor de functie, maar die dat puur niet doen omdat zij geen keuze willen maken tussen identiteit en ambitie. Ik begrijp het. Meneer Mostert, wat zijn de bezwaren tegen deze motie? Nou, in de feite roept de motie op de boa's zichzelf te laten zijn door het dragen van een hoofddoek, hetzij door het dragen van een keppeltje. En daar zit net de essentie van wat er dan fout zou gaan, want als boa kan je niet jezelf zijn. Als boa ben je een functionaris van de overheid, heb je een gezagsrol, moet je handhaven. En als mensen door een boa benaderd worden, dan is dat iemand in uniform. Het woord zegt het al, uniform, dat is gelijkvormig. Je ziet er hetzelfde uit als je collega boa. En het gaat om de functie. Je bent op dat moment je functie in de handhaving. En dan gaat het niet aan om daar toevoegingen aan te doen, waaruit duidelijk wordt wat je levensovertuiging is, wat je politieke overtuiging is, wat je geloof is. Dus daar zit met name de kern.
En heeft dat volgens u ook te maken met eigenlijk de rol van die persoon zelf? Heeft u het idee dat iemand ook minder gezag zou kunnen uitstralen op het moment dat er iemand een hoofddoek draagt of een keppel? Waar het om gaat is hoe je gezien wordt. Jij bent in de rol van handhaving, je moet het gezag handhaven. Dat doe je altijd in relatie tot een ander. Iemand moet worden aangesproken of gecorrigeerd. En het gaat er dus om dat jouw uitstraling een neutraal is. Hoe de ander jou op dat moment waarneemt en ervaart. Dat is de essentie van het geheel. En dan is neutraliteit echt heel belangrijk. Er geldt voor politieagenten ook een lifestyle-neutraliteits-policy. Vindt u dat dat gewoon compleet gelijkgetrokken zou moeten worden voor alle functies die je zo in het openbaar zou kunnen uitoefenen? Als het handhaving betreft zeker wel. Burgemeester heeft ook in het debat dat we inderdaad dinsdag gevoerd hebben gezegd dat de lijn gevolgd wordt zoals die voor politiefunctionarissen geldt op het moment dat ze dat gezag uitstralen en moeten handhaven. En dat is in Schiedam nog steeds de lijn. Zoals het voor de politie geldt, zo geldt het ook voor BOA's. Oké, nou heb ik begrepen dat het in Utrecht mag. In Utrecht, als ik goed ben geïnformeerd, wordt er een oproep gedaan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dat geldt in ieder geval ook voor Amsterdam. En het college van Utrecht, respectievelijk Amsterdam, komt nog terug op dat verzoek. Maar er wordt een onderzoek naar de mogelijkheid gedaan. Het is niet direct afgewezen. Er is een meerderheid in die twee raden die daar een serieus onderzoek naar die optie of die mogelijkheid wil instellen. Dat kan wel. Op dit moment is het een keuze van gemeente om die politielijn te volgen, zoals ik die net heb uitgesproken. Dus een gemeente kan als gemeente besluiten om een onderzoek in te stellen en naar aanleiding daarvan het toch toe te staan. Maar ja, dat is dan een afweging per gemeente. Per gemeente. Ja. Mevrouw Doggus, u zegt het stukje vrijheid, jezelf kunnen zijn, is belangrijk. De bezwaren die u net hoorde, wat vindt u daarvan? Ja, de voornamelijkste inhoudelijke bezwaren zijn natuurlijk uniformiteit en neutraliteit. En ik ben daar zeker een voorstander van. Maar ik ben van mening dat een hoofddoek, het is enkel slechts een stukje stof op het hoofd. En dat geldt ook natuurlijk voor de keppel. En ik vind niet dat dat afdoet aan de uniformiteit. Hè? Want uniform betekent herkenning. Dat je laat zien dat je lid bent van een organisatie. En ik vind dat dat ook prima kan met een hoofddoek of een keppel. En wat betreft de neutraliteit vind ik dat we in Nederland heel erg focussen op een neutrale uitstraling. En ik vind dat we eigenlijk de focus zouden moeten weerleggen op het daadwerkelijk neutraal handelen. En in plaats van mensen beoordelen op hun uiterlijke kenmerken en eigenlijk een beetje in hokjes stoppen, vind ik dat we mensen zouden moeten beoordelen op basis van gedrag en op basis van de afwegingen die ze maken. Want iemand met een hoofddoek of keppel kan prima professionele afwegingen maken en kan prima neutraal handelen. Dus ik vind dat wij die keuze eigenlijk moeten veranderen. Los van of iemand dan in staat is om neutraal te handelen. Ik ga ervan uit dat heel veel dat zouden kunnen. Maar een boa met een hoofddoek op een keppel kan natuurlijk ook door anderen in een hokje geplaatst worden. Nog voordat het ook maar enige functie heeft uitgeoefend. Bent u niet ook bang dat juist boa's toestaan om een hoofddoek of een keppel te dragen hun ook weer in een vervelende positie zou kunnen brengen? Nou ja, eigenlijk niet. Want je ziet dat er heel veel mensen met een hoofddoek of mensen met een keppel op achter de schermen bijvoorbeeld voor de overheid werken. En die hebben ook dagelijks contact met mensen in de samenleving. En hetzelfde zou ook geen probleem moeten zijn wanneer een boa of wanneer iemand met een bepaalde functie in het openbaar die functie bekleedt. Dus ik denk dat het een kwestie is van wennen eigenlijk. Net zoals dat 10 jaar geleden bepaalde dingen heel anders eruit zagen, vind ik dat dat de tijd is eigenlijk voor die verandering. En misschien kan ik daar een voorbeeld van geven, want in bepaalde andere landen zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Canada, Schotland, is het al jaren de normaalste gang van zaken. Hè? Dus je ziet dat het prima samengaat en dat mensen daar geen problemen mee hebben. Dus ik denk dat dat ook in Nederland kan. Toch zijn er heel veel mensen ook echt fel op tegen. We hebben net in het voorstukje gezien dat sommige mensen het zelfs vergelijken met het dragen van een hakenkruis. Hoe komt het dat we hier in Nederland zo fel reageren op zulke veranderingen? Ja, wat betreft de opmerking over het hakenkruis, ik vind dat echt een kwalijke zaak. En een Nederlandse politicus of een Schiedamse politicus vind ik dat niet waardig. Want
Je vergelijkt eigenlijk een symbool wat te maken heeft met het nazisme, wat te maken heeft met de moord op miljoenen Joden, met een keppel of hoofddoek, wat met trots wordt gedragen door bepaalde Joden en bepaalde moslims. Dus dat vind ik oprecht een kwalijke zaak. En ik vind dat we het voornamelijk zouden moeten hebben over de inhoud. Dus neutraliteit of uniformiteit, wat kunnen we daaraan doen? Maar dit soort opmerkingen laat eigenlijk een beetje de onderbuikgevoelens van bepaalde politici zien in de Schiedamse gemeenteraad. En dat vind ik heel jammer. We hebben het vorige uitzending al gehad over de toon van het debat soms in de Schiedamse gemeenteraad. Wat vindt u ervan? U bent tegen, maar wat vindt u ervan als u zo'n reactie hoort? Nou, ik schrik daar wel van die formulering. Toevallig zat ik de vergadering waarin die uiting gedaan werd voor. Ik heb daar direct ook op gereageerd. Mevrouw de Vries ook de gelegenheid gegeven om te nuanceren of terug te nemen wat ze gezegd heeft. Ik denk dat het de inhoudelijkheid van het debat niet ten goede komt als in dat soort termen en met dat soort vergelijkingen spreken. Ik denk dat er heel goede inhoudelijke argumenten zijn om tegen te zijn, om daar het gesprek met elkaar aan te gaan. Ik heb eerder in dit gesprek al aangegeven wat de inhoudelijke argumenten zijn. Daar kun je op een rustige manier over praten zonder te oordelen of te veroordelen. En je hebt die felle beelden en vergelijkingen helemaal niet nodig voor het goede debat. Voor het inhoudelijke debat. Mevrouw Dokbus die zei net verder, er zijn veel landen waarin het al wel mag. En dat gaat eigenlijk prima. Hoe kijkt u daarnaar? Daar kan ik twee dingen op zeggen. Wij moeten natuurlijk onze eigen afwegingen maken in Nederland. Ik ben blij dat er nu ook op ministerieel niveau gekeken wordt. Grapperhaus heeft daar het nodig over gezegd in zijn brief van 8 december aan de Kamer. Bericht daarover nader in het voorjaar van 2022. Dus het ligt al bij de minister. De Kamer heeft een uitspraak gedaan. Dat is niet meer dan een advies, want de Kamer gaat niet over kledingvoorschriften zeg maar, van gezagsdragers. Dus het is geen besluit, maar een advies. Dus het speelt al op landelijk niveau. En het zou mijn voorkeur hebben als het verder op landelijk niveau ook uitgesproken werd. Waarbij het standpunt van de Schiedamse VVD, maar ja, als dat landelijk is, dan doet het er misschien niet zoveel meer toe, helder is. Want dat heb ik net naar voren gebracht. Maar ik denk dat het goed is dat hier op landelijk niveau verder over wordt doorgesproken. Dat is één ding wat ik kan zeggen. Het andere is dat ik ook landen kan noemen waar het absoluut niet is toegestaan, zoals in Frankrijk. Dus ja, door welk voorbeeld laat je je leiden? Ik vind dat je zelfstandig tot een oordeel moet komen. En we zijn echt al in staat om dat te doen. We kunnen allemaal nadenken. We kunnen allemaal goed met elkaar spreken, zoals we nu ook met elkaar in gesprek zijn. Deze ochtend aan tafel, ja. Dus dat is in ieder geval fijn. Ja. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Is dit punt belangrijk genoeg om mee te nemen voor jullie in de verkiezingen? Zeker. En vooral nu is gezegd dat de landelijke lijn opgewacht gaat worden en dat het onderzoek van de minister opgewacht gaat worden vanuit de burgemeester. En dit en natuurlijk heel veel andere onderwerpen die te maken hebben met diversiteit, inclusie en acceptatie van de medemens in de samenleving. Want vooral Schiedam is een hele diverse stad en ik zie dat echt als rijkdom. En ik denk dat we dat moeten omarmen, dat we dat moeten koesteren. En ik vind dat we iedereen de ruimte hier moeten geven om zichzelf te zijn, zonder verplicht de identiteit eigenlijk een beetje te moeten verloochenen. Nou, klinkt als een mooie start naar naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik dank jullie allebei enorm voor het toelichten van jullie visie. Dank jullie wel voor de komst. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En er werd beloofd dat het echt nooit meer zou gebeuren. De scholen blijven open en toch kregen we afgelopen dinsdag te horen. De scholen gaan dicht en wel over 4 dagen. En daar gaan we het nu over hebben. Het is toch altijd goed voor kinderen om elkaar te ontmoeten, om leuke dingen te doen. En dat gaat toch weer een week weer van verloren. Op de basisscholen is inmiddels de kerstvakantie begonnen. Veel werkende ouders zullen daardoor in de aankomende week veel moeten gaan improviseren. Voor de scholen en de kinderopvangcentra was er afgelopen week al het nodige werk aan de winkel. Er moest bij hen immers van alles worden geregeld na het besluit van de overheid om de kerstvakantie voor de basisscholen met een week te verlengen. Ik heb bij mij aan tafel Hans Loendersloot, directeur van basisschool De Klinker, Susanne Wachterveld, een werkende ouder in de kinderopvang. We hebben al heel wat roerige schooltijden achter de rug de afgelopen 2 jaar. Nu weer een schoolsluiting. Wat vindt u daarvan? Ja, niet leuk. Teleurgesteld zelfs. Dat heb ik ook al eerder aangegeven, want het is wel heel jammer, zeker zo'n laatste week voor de kerstvakantie, dat je dan moet sluiten. Omdat kinderen toch het heel fijn vinden de laatste weken er zeker nog op school te kunnen zijn.
Het kerstfeest, dat hebben we overigens wel een week eerder kunnen vieren. Maar er zijn nog andere activiteiten die je kunt doen. Een musical voor groep 8, een kerstmusical, die niet door is gegaan. Het is allemaal erg jammer. Ja, het is voor kinderen zeker jammer. Wat dacht u als werkende ouder? Ik heb gelukkig mazzel, want ik heb recht op noodopvang. Maar heel veel ouders hebben dit niet. En ook komen de kinderen van de scholen juist bij ons terecht weer, in de kinderopvang. Waardoor je het probleem gaat verplaatsen. Dus, natuurlijk ook de achterstanden. Ik heb zelf een zoon die autisme heeft, die het juist nodig heeft om een vast ritme te hebben. En dat heeft hij momenteel niet. En dat is lastig. En ja, ik snap dat heel veel ouders het moeilijk hebben met het regelen van opvang momenteel. Ja, je noemt net leerachterstanden. We horen heel veel verhalen. Leerachterstanden, ontwikkelingsachterstanden, toename van huiselijk geweld, et cetera. Zijn dat dingen waar u zich zorgen over maakt? Nou, al die dingen toch. Kijk, leerachterstanden, zeker als het heel lang gaat duren, dan wordt het gewoon lastig. Voor leerkrachten is het moeilijker om het onderwijs te kunnen geven op afstand of via een digitaal systeem. Kinderen kunnen we natuurlijk best wel een klein beetje meenemen, maar op een gegeven moment houdt het echt wel op. En moet je die kinderen fysiek in de klas hebben. Maar dat sociale aspect is natuurlijk ook belangrijk. Het spelen en leren en werken met elkaar, dat gaat thuis natuurlijk ook niet. Kan ook niet via een digitaal systeem. Je wil echt de kinderen in de klas zien. En dan kunnen ze ook goed met elkaar spelen en werken enzovoort. Hoe proberen jullie als school dit op te vangen? Want we horen best veel zorgelijke verhalen voorbij komen. Kun je daar iets in betekenen als school zijnde? Nou ja, wat scholen wel moeten doen is noodopvang aanbieden. En dan zijn in ieder geval de kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben, die kunnen dan komen. Want ja, die kunnen dan natuurlijk niet thuis zitten. Ze mogen ook eigenlijk niet naar opa en oma. Dus het is eigenlijk wel zo dat die kinderen zeker gaan komen. En die komen dan ook. Maar daarnaast, zeker als het langer gaat duren, dan zullen we ook de kinderen, de kwetsbare kinderen, op gaan vangen. Waarvan wij weten en denken, het is beter dat zij op school zitten. En denkt u dat we ze langer gaan moeten opvangen? Ja, ik heb nu net gehoord dat vanavond de persconferentie is. Ik hou me hard vast. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik ben daar ook bang voor. En nu heb ik het allemaal kunnen regelen. Maar ik ben bang als het straks allemaal langer gaat duren, dat ik daar toch ook een probleem mee ga hebben. Ik heb dan wel noodopvang. Maar wil ik mijn kind met twee kinderen op een school hebben zitten die alleen in een klas zitten, met een leraar die eigenlijk niet bevoegd is, want zijn eigen leraressen hebben nu net ook corona gehad, dus die zijn nog herstellende. Nee, ik ben bang dat het dan helemaal fout gaat lopen. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Het is niet alleen maar de schoolsluiting. Het zijn ook veel besmettingen, docenten die uitvallen, invallers die steeds moeilijker te regelen zijn. Hoe is die druk op dit moment op leerkrachten? Nou, die is erg groot. Niet alleen in Schiedam, maar echt overal in heel Nederland. Want het feit is dat er gewoon te weinig mensen zijn in het onderwijs, maar ook in de kinderopvang. En hoe ga je dan om met leerkrachten die ziek zijn of personeel van de kinderopvang die er dan niet is? En je moet die kinderen eigenlijk toch opvangen, je moet ze lessen gaan geven. Het is gewoon een hoop gedoe. Wat we dan doen is kinderen verdelen over de andere groepen. Mag eigenlijk ook weer niet, vanwege de bubbels moeten ze in de eigen groep blijven. Dus het is gewoon een lastig verhaal. Ja, dat zullen jullie in de kinderopvang denk ik ook hebben. Ja. Het is eigenlijk een situatie waarin er geen makkelijke oplossing is. Vindt u dat de overheid er echt terecht voor heeft gekozen om de scholen eerder te sluiten? Ja, ik vind dat wel altijd een moeilijke vraag. Ik ben zelf natuurlijk geen viroloog of ik zit niet bij de beleidsgesprekken van het OMT. Daar zal goed over nagedacht zijn. En uiteindelijk komt er dan een besluit waar wij ons aan moeten houden. Maar dat het niet leuk is en ook niet goed, dat zal iedereen wel begrijpen. Maar misschien is het minst kwade wat men dan toch kiest in verband met de zorg. Minst kwade. Ik ben zelf ook een werkende ouder. Ik heb veel werkende ouders in dienst. En wij reageerden allemaal niet zo ontzettend beheerst en correct als dat nu op dit moment doet. Heeft u veel reacties ontvangen van ouders? Dat valt gelukkig wel mee. Een soort berusting zit er denk ik ook in. Van we hebben het al een keertje eerder meegemaakt. Wat wel meespeelt, het is de laatste week voor de kerstvakantie. Mijn aanname is dat ouders iets meer kunnen regelen en ook gaan regelen, met toch ook een korte vakantie zelfs weg. Want dat heb ik ook wel gehoord. Nou, werd er door onze demissionair minister-president geroepen: opa's en oma's, doe het niet. Hoe denken jullie daarover? Want het enige wat ik gehoord heb is: mijn ouders vangen het op. Heeft dit dus zin gehad?
Ja, ik heb daar niet het overzicht van, maar ik weet zeker dat de ouders of grootouders gevraagd worden om de kinderen op te vangen. Je staat als ouder met je rug tegen de muur, dat als je baas zegt je moet echt komen of je hebt een cruciaal beroep, ook al wordt er gevraagd als je met z'n tweeën bent dat de ander toch nog iets regelt. Ik snap dat wel en dat opa en oma dan toch gevraagd worden. Ja, ik begrijp het. Heel veel ouders hebben ook al hun vakantiedagen opgenomen omdat een kind snotterig was en niet naar school mocht bijvoorbeeld. Dus er is niks meer. Je hebt alleen nog maar opa en oma. Dus ja. Hoe vind je het dat de overheid op zo'n moment zo kort van tevoren ouders in zo'n positie duwt? Ja. Ik weet dat dit een suggestieve vraag, is, maar... Ja. Jullie lijken allebei nog heel, wat ik zeg, nog vrij correct. Maar ik heb veel ouders gesproken afgelopen week die echt zeiden, die wanhopig zijn. Klopt, ik weet echt niet hoe ik dit moet regelen. Ik heb geen recht op noodopvang. Ik heb geen vrije dagen meer. Nee. Mijn ouders mogen niet meer oppassen. Hoe ga ik dit nu doen? Ja, snap ik. Nou, dat is begrijpelijk. Kijk, wat mij betreft is er altijd wel een praatje te maken met een directeur van de school. Want je moet ouders ook niet en ook school niet aan het onmogelijke houden. Dus dan moet er misschien toch even iets geregeld worden voor een uitzondering. Ja, ik merk ook wel dat de school waar mijn zoontje op zit ook daar ervoor open staat. Die zeiden eerst dat allebei de ouders inderdaad een cruciaal beroep moesten hebben. Maar als het echt niet gaat en er is geen oplossing, dan springen ze bij. Alleen ze zetten het in het bericht omdat anders iedereen komt, wat ik ook snap. Ja, het is eigenlijk een positie waarin niemand zich fijn voelt. Nou las ik van de week in de krant een schooldirecteur die ook echt te maken had met agressie in de vorige lockdown. Ouders die hun kinderen wilden komen brengen. Begrijpt u zulke emoties? Ja, die begrijp ik wel. Je staat met je rug tegen de muur als ouder. En wat moet je dan? En dan hoop je toch dat dan een schooldirecteur zegt, nou kom dan toch maar binnen. En als je dan natuurlijk aan de regels houdt van wat kan wel en wat mag niet, ja, dan kan je zo'n conflict krijgen. Ik zou altijd wel het goede gesprek dan willen aangaan om te kijken wat we toch kunnen oplossen. Hoe is het nou om directeur te zijn van een school in tijden zoals dit? Want dit zijn dingen die u natuurlijk voor de afgelopen 2 jaar niet meemaakte. Ja, nou, het is een beetje crisismanager, hè? Dus dat is wel spannend, moet ik zeggen. Het blijft natuurlijk nog altijd leuk om met kinderen te werken en ouders en dingen te regelen. Dat vind ik heel fijn om te kunnen doen. Maar ik regel liever een aantal andere dingen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Jij werkt in de kinderopvang. Heb jij iets gemerkt van ouders die hier echt moeite mee hebben? Ja, zeker. Ja, ouders die ook gaan liegen over cruciale beroepen. Om toch maar opvang te kunnen krijgen en weggaan bij ons. Omdat ze denken dat het ergens anders is, terwijl dat helaas niet het geval is. Wij worden ook uitgescholden en ook gevraagd van kunnen jullie nou echt niks doen? Maar wij staan ook met onze rug tegen de muur. En alle kinderen komen nu bij ons. Bij de BSO is er nu ook noodopvang volgende week. Wij moeten ook personeel gaan inzetten wat er eigenlijk niet is. En nu hebben we dan misschien BSO-personeel over wat dan kan helpen op de kinderdagverblijven. Want daar blijven wel gewoon alle kinderen komen. En mogen ze ook met de snottenbel komen. Alleen daar wordt minder getest. Dus dan komen er minder achter of er echt veel besmettingen zijn. Maar ik ben bang dat je, als je de BSO's nu zoveel druk gaat geven en zoveel kinderen gaat geven, dat het daar straks alleen maar erger wordt. Dus dat je het probleem gaat verschuiven. Het probleem zich verplaatst van de basisschoolklas naar de BSO. Je vertelde net uitgescholden worden door ouders. Dat is best heftig om dat mee te maken. Ja. Heb je ergens ook een beetje begrip? Voel je de wanhoop van ouders? Ja, uiteraard. Ja, zeker. Ja, en ik probeer ook uit te leggen dat ik heel goed snap dat ik ook graag zou willen dat ik iets voor ze kon doen. En dat ik hun woede snap. Maar dat is het enige wat je kan zeggen. En ik heb mazzel dat ik het makkelijk heb kunnen regelen. Dus dat probeer ik ook altijd maar een beetje erbuiten te houden. Want dat is voor mij dan makkelijk praten. Maar ja, ik snap zeker de woede. Ja. Nou, we hadden het net over de persconferentie. Die gaat er vanmiddag komen. Er wordt gesproken over een complete lockdown. De verwachtingen zijn niet dat die over 3-4 weken weer opgelost zijn. Voorziet u een nog langere schoolsluiting? Ja, die kans zit er wel in. Die signalen had ik al gekregen. Ik heb het ook al aan mijn team doorgegeven dat die kans bestaat dat gaat gebeuren. En als we het gaan horen dat het gaat gebeuren, dan zullen we ook wat eerder bij elkaar komen. Om het in ieder geval goed te gaan regelen, het thuisonderwijs weer. Ja, dat wordt ook weer een hele klus. Ja, dan vragen we wel aan de ouders, geef ons in ieder geval tenminste 1 dag om dat goed te gaan regelen. Dat zou dan de maandag kunnen worden.
Ja, en dan proberen we dat weer zo goed en zo kwaad als het kan te gaan regelen voor de kinderen thuis. Laten we hopen dat dat lukt voor de kinderen. Laten we ook hopen dat het gaat lukken voor de ouders. Ja. Het is een flinke taak waar we met z'n allen weer voor staan op het moment dat er natuurlijk een complete lockdown komt. Ik wil jullie hartelijk danken voor je komst. Succes de komende weken. Ja, sterkte de komende weken. Ja, het combineren van alles. Ja, dankjewel. Ja. Ik weet ook nog niet hoe het gaat oplossen, want opa en oma mogen immers niet komen. Nee. Maar we gaan zien wat het wordt. Succes de komende tijd allebei. Schiedam is een stad met een hele rijke historie. Daar zijn de feestenkijkers wel van op de hoogte. Maar het herbergt ook heel veel prachtige verhalen van inwoners van nu. En daar wordt een heel mooi boek over uitgebracht. 5 jaar geleden heb ik hier een lezing gegeven over Schiedam. Omdat ik hier als kind al het schoenen kwam kopen op donderdagavond, koopavond hier in de Hoogstraat. Schrijver Abdelkader Benali is bezig met een boek over Schiedam en de inwoners van de stad. De schrijver kwam als kleine jongen vaak met zijn vader op de Hoogstraat om schoenen te kopen. Toen hij in een column op NPO Radio 1 daaraan refereerde, nam fotografe Margie Geerlings contact met hem op. Tijdens de literaire kroegentocht van de bibliotheek, die in november plaatsvond, lichtte Benali al een eerste tipje van de sluier. Het boek over Schiedam, met daarin de foto's van Margie Geerlings, gaat binnenkort uitkomen. Goedemorgen, ontzettend leuk dat jij bent aangeschoven. Er is iets bijzonders gebeurd in de afgelopen 2 jaar. En dat hebben jullie vernoemd naar de 1,5 meter die ons allen wel bekend is. Wat kun je ons vertellen over de 1,5 meter in Schiedam? Oh, heel veel. Nou, ik denk dat ik... We hadden het net al heel even aan tafel hierachter erover. Nou ja, tijdens de eerste lockdown, dus in de tweede week... Dat ik echt dacht van, oh, ik ben 3 jaar geleden hier in Schiedam gekomen als ondernemer. Ik run een galerie, maar ik heb een fotografieachtergrond. En het ging eigenlijk hartstikke goed met de galerie. Ook met het verbinden in de stad. En toen kwam de corona. En toen ik 2 weken in die lockdown zat, toen kreeg ik een mailtje met een verzoek van het Stedelijk Museum Schiedam. Zij wilden toch heel graag zorgen, beeld maken en communiceren met de stad terwijl ze gesloten waren. En toen vroegen zij van, goh, wil jij die impact vastleggen die het heeft op de samenleving in Schiedam? En daar is het eigenlijk begonnen. En heeft er impact gehad op Schiedam? Jazeker. Wat heel mooi was, dat ik in die eerste lockdown, toen had ik natuurlijk een opdracht. En ik was op dat moment ook, had ik een vitaal beroep. Want ik mocht de straten op. Ja, toen was dat was voor mij. Ik voel wat ik heel mooi vond, wat in de samenleving was, de saamhorigheid. Weet je wel, oud, jong. Je ziet bewoners in Nieuwland, een Willy, een weet je wel, actieve bewoonster die samen met de Safair-jongeren en verschillende jonge politici en alle mensen met weet je wel, verschillende achtergronden die de krachten bundelen. En we hadden echt zoiets van, we gaan met elkaar hier iets van maken. Ontzettend leuk. Je hebt het over saamhorigheid. Juist in de periode waarin de verdeeldheid in de samenleving eigenlijk groter is dan ooit. Polarisatie het meest gebruikte woord is op dat vlak. Toch bijzonder dat je juist saamhorigheid hebt kunnen vinden in een periode als dit. Ja, maar dat is natuurlijk... De eerste lockdown was de saamhorigheid het woord, hè, wat het verbindende woord. En nu hebben we inderdaad een... Maar daarom is dit boek ook zo belangrijk. Want dat maakt het ook, zeg maar, interessant wat wij gedaan hebben. Dat noem je in museale termen rapid response collecting. Dus je legt de geschiedenis vast op het moment dat je er onderdeel van bent. En mensen zijn al vergeten hoe saamhorig wij aan het begin van de eerste lockdown waren. En daarom is dit boek zo belangrijk. En het mooie is, ja, het is een boosterboek. En ik denk voor mensen die bijvoorbeeld zich nog twijfelen om zich te vaccineren. Alleen als je het boek doorkijkt en je leest de verhalen, denk dat je dan al gemotiveerd genoeg bent om... waarom je het dan wel zou moeten doen. Wat is een boosterboek? Nou ja, we hebben natuurlijk de boosterprik. Hè? En die zorgt ervoor, hopen we, dat die extra bescherming geeft.
Maar wel ook het boosterboek. Die geeft inzicht in hoe onze stad eruit ziet. En die geeft inzicht in, want dat is het mooie ook van werken met de schrijver als Abdelkader Benali. Wat wij gemeenschappelijk hebben is onze liefde voor mensen. Dus je hoeft ons, weet je wel, je laat ons los. En eigenlijk die verbinding komt meteen omdat we ons openstellen voor de wereld. En dat is natuurlijk ook ons vak. Wat ik als fotograaf heb, als jonge fotograaf. Nieuwsgierigheid is natuurlijk heel belangrijk. En dat heeft Abdelkader ook. We zijn allebei opgegroeid met een dubbele achtergrond. Mijn moeder was Indisch en Abdelkader heeft natuurlijk Marokkaanse roots. Dat maakt het ook heel makkelijk. Dus wij komen dan ook heel makkelijk overal binnen. Dus omdat je van twee perspectieven kan kijken. En hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Nou, dat is een geweldig verhaal. Toen Abdelkader klein was, ging hij 2 keer per jaar schoenen kopen op de Hoogstraat. Omdat zijn vader heeft een slagerij in Rotterdam. Koopavond in Rotterdam is vrijdagavond, in Schiedam donderdagavond. En wij hadden natuurlijk Van der Hoven op de Hoogstraat. En de schoenenwinkel van Van der Hoven komt uit in mijn galerie. Dus het is toen wij daarachter kwamen, hij had de column dus geschreven over de Hoogstraat. Toen heb ik meteen een reactie aan hem gegeven van nou, hoe bizar, hoe mooi is dit. Toen heeft hij voor de lockdown, de laatste tentoonstelling die ik kon maken, heeft hij mijn tentoonstelling geopend. En we hadden eigenlijk meteen zo'n goede connectie, dat we eigenlijk al beide voelden van ja, wij moeten samen iets gaan doen. En ja, en dus een jaar... Alle puzzelstukjes op de plek. Ja, dat is toch, dus dat is zo mooi, hoe Schiedam dan ons weer verbindt door... Ja, het is echt zo mooi. Er zijn heel veel verhalen. Welk verhaal is je het meest bijgebleven? Oh, ja, ik moet zeggen, als ik het boek nu door... Ik heb hem net gisteren van de drukkers. Jullie hebben primeur. We hebben 2 covers. Ja, dan laat ik hem heel even op zo'n manier zien dat de camera daar ook nog iets mee kan. Wat is je lievelingsverhaal? Oh, vind ik gewoon alle verhalen zijn me even dierbaar. Want er zitten natuurlijk heel veel lagen in de verhalen. Maar ik heb 2 momenten gehuild. En dat was natuurlijk toen ik in de eerste lockdown, de eerste begrafenis, coronabegrafenis vastlegde bij Matrice. Ik heb ook een uitvaartbegeleider gevolgd. Ik heb, zeg maar, ik wilde laten zien, ik heb zelf eerst gekeken wat er allemaal naar buiten gebracht werd in de media, de eerste lockdown. En ik vond eigenlijk het beeld van, je zag te veel de bakfietsouders met kindjes op iPads thuis. En ik had zoiets, ja, ik wil niet die, ik wil ook die andere kant laten zien, de echte, de gewone mensen, de gemiddelde mensen. Weet je wel, niet de mensen die boven modaal. Ja. En toen heb ik contact gelegd ook met juffen, ben ik kinderen gaan volgen van groep 7a op de paperclip. Maar ik wilde ook, ik had ook bedacht van een jong gezin, zij was zwanger van haar 2e kindje. Ik wil ook geboorte en de dood. Hoe gaat dat dan werken met corona? Hoe ga je om met vaste rituelen, zoals bij een begrafenis? Nou, in die eerste begrafenis, dat was toevallig een bekende Schiedammer, meneer Leo Menke. Hij was bode van de burgemeester geweest, hier in Schiedam. Ja, dat was... Oh, ik zal nooit vergeten het moment... De foto staat in het boek, ik kan hem er ook bij halen. Achterin staat afscheid, de begrafenis. Ja, hier zie je dan de dochters en de moeder en de zoon op de telefoon. Ja, ik krijg meteen weer kippenvel en ik stond daar ook bij. En die zoon die neemt afscheid, die woonde in Engeland, die mocht niet komen. Vanaf het telefoontje hoorden Saskia en ik, Saskia is de uitvaartbegeleidster, topper. Maar wij hoorden allebei die zoon zeggen, dag papa, via... Een telefoontje, nou ja, je hart breekt en ook de afstand. We waren toen nog heel, wisten nog helemaal niets hè, van het virus. Dus er was heel veel afstand, een kleine groep. Ja, het was een situatie die we ons gewoon op dat moment ook bijna niet voor konden stellen dat dat echt zou gebeuren. Dat dat de manier is waarop we bijvoorbeeld afscheid zouden nemen. Ja, nou, ik vond dat echt heel,
heel heftig. Ja. Je omschreef net eigenlijk de geschiedenis vastleggen op het moment dat je erin zit. Als je hier dan zo over praat, voelt het dan ook echt alsof het echt belangrijk is om zulke soort punten vast te leggen? Heel belangrijk. En ook, ik heb ook bij Matrice een gezin vastgelegd. Wendy en haar kinderen. Haar man kreeg een depressie en hij heeft zelfmoord gepleegd. En dat kwam omdat hij niet de zorg kreeg die hij nodig had. Dus daarom, lieve mensen, laat zo'n verhaal, koop het boek. Dat geeft je echt inzicht in het leven van de ander. En daar heb ik allemaal, bij al die emoties, daar heb ik bovenop gezeten, maar ook Laurien en Willem. Dat zijn twee jonge architecten, eind 20, begin 30. Die wonen, zijn net voor de corona Rotterdam gaan wonen, ook vanwege de huizenprijzen. En zij kregen hun kindje in de eerste week van de lockdown. Nou, toen ik met Abdelkader hun sprak, ja, dat, als je dan dat hoort, hoe dat voor hun was, met je eerste kindje, hè, en er is geen kraamzorg en er is geen, nou ja. Dat was echt heel, dat vond ik ook. Toen dacht ik, als je gewoon bij geboorte en dood, dat zijn toch de belangrijkste, de essentie, belangrijke momenten in ons leven. Ja, dan. Ja. Dus. Ja, ik denk ook wel misschien een stukje het verborgen leed van corona, wat zeker in het begin van deze pandemie helemaal niet zo duidelijk en zo voelbaar was. Bijzonder dat jullie dat op zo'n manier hebben kunnen vastleggen. Waar kan ik dit boek kopen? Ja, we zijn bezig met bol.com, maar uiteraard, want we willen natuurlijk ook dat het landelijk ingezet wordt, maar uiteraard is het voor Schiedammers gemaakt. Het is eigenlijk een heel mooi cadeau voor alle Schiedammers. Want ik hoop dat jullie ook even wat beelden uit het boek laten zien, want ik heb een PDF doorgestuurd. Wacht even, ik zal even. We hebben echt fantastische portretten van Schiedammers. Het laat gewoon echt zien hoe de samenleving van Schiedam eruit ziet. En kijk, alle werkende mensen, de burgemeester, maar die natuurlijk naast de nagelstylist, de slager, Michiel op de Hoogstraat van de Stofwinkel, Ed van der Pelt. Weet je wel, het geeft gewoon een heel mooi beeld van, ja, hoe we ook, met elkaar zo van de krachten bundelden. Ja. En maar het laat ook de kwetsbare kant zien. En ook, maar je kan het dus, je kan het kopen. Daar was ik heel benieuwd naar. Ja, je kan het natuurlijk kopen bij de boekhandels in Schiedam. En hij is er pas vanaf dinsdag, want het boek wordt dinsdag bezorgd. Dus ik heb deze twee gisteren bij de drukker op kunnen halen. En natuurlijk de mensen die meegewerkt hebben aan het boek met de verhalen, die krijgen uiteraard een boek. En als er nog mensen zijn, ja, en we hebben nog heel erg ook sponsors nodig, want niet alle kosten zijn nog gedekt. Dus zijn er bedrijven die denken van, hey, Abdelkader en Martje Geerlings mogen wel een rondleiding geven door Schiedam, een mooie stadswandeling. Aan het einde krijg je een boek. Kunnen zij zich ook via mijn website Galerie158 zich bij ons melden. Nou, ontzettend leuk. Dank jullie wel voor de moeite die jullie hierin hebben gestopt in de afgelopen 2 jaar. Ik kijk in ieder geval heel erg uit naar alle 1,5 meter verhalen. Vanaf dinsdag dus verkrijgbaar. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel Schiedammers zich gaan terugvinden. Dankjewel voor je komst en heel veel succes de komende tijd met het uitkomen van het boek. Dankjewel. En de feestdagen komen eraan. De meeste mensen zullen hun boodschappen al hebben ingepland. Betekent voor heel veel mensen lekker eten, lekker drinken. Maar hoe zit dat eigenlijk met de mensen die er geen geld of gelegenheid voor hebben? In april van dit jaar is op de locatie Kloosterplaats de Schiedamse vestiging van Hotspot Hutspot opengegaan. Hotspot Hutspot gebruikt voedsel dat anders weggegooid zou worden. Het wordt bereid en bezorgd door vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hotspot Hutspot heeft ook de crisiscatering in het leven geroepen. Het doel hiervan is om op een duurzame manier ervoor te zorgen dat niemand in Schiedam en Rotterdam zonder lekker, warm en gezond eten hoeft te zitten. De vraag hiernaar is groot en om aan deze vraag te kunnen voldoen wordt er dringend gezocht naar vlees, groenten, bezorgers en geld.
ik heb er bij mij aan tafel Bob Richters, eigenaar van Hotspot Hutspot. Ik haal het altijd door elkaar. En ik heb aan tafel Rutger Vismans, eigenaar van Stokerij Vismans. We gaan het hebben over eten en drinken. Bob, de feestdagen komen eraan. Heel veel mensen hebben 3 weken geleden hun appie-bezorgmoment al ingepland om lekker te kunnen eten. Maar er zijn heel veel Schiedammers voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Ja, er is een hoop shit aan de hand, laten we het zo zeggen. Ja. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Waar wij achtergekomen zijn tijdens de eerste lockdown al, is dat er, ondanks dat er heel veel voorzieningen zijn, als een voedselbank en andere voedselinitiatieven, dat er nog steeds mensen zijn die buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld omdat ze niet mobiel genoeg zijn om naar de voedselbank te gaan, of net een paar centen te veel hebben om in aanmerking te komen. En mensen die het gewoon niet redden. En dat is ja, super treurig dat je in een westers land als dit niet aan een gezonde maaltijd kan komen. Daar hebben jullie ook een naam voor bedacht, crisis catering. Ja. Klinkt ook echt alsof er crisis is. Voor wie is deze crisis catering bedoeld? Dat is zo laagdrempelig mogelijk. Mensen kunnen zich aanmelden die niet te eten hebben, klaar. En als je voor 11 uur aanmeldt, dan staan we vanmiddag voor je deur. Dat is een ontzettend mooi initiatief. Ja. Ja, blijkbaar ook heel erg belangrijk. Ik heb me even ingelezen en ik zag bijvoorbeeld dat het op dit moment niet mogelijk is om jezelf nog aan te melden voor crisis catering. Nee, dat is een hele ingewikkelde beslissing geweest, want ik stond er eigenlijk voor dat niemand in Rotterdam of Schiedam zonder een gezonde maaltijd hoeft te zitten. Dat begon in januari zaten wij ongeveer op 400 eenheden per week. En we hebben deze week de 1500 aangetikt. En dat is een verdriedubbeling waarin we dus met 10 chauffeurs rijden per dag om alles op tijd bezorgd te krijgen. Er zijn 8 koks in de keuken, een logistiek team. En daarnaast zijn wij van een sociale onderneming in één keer een hulporganisatie geworden zonder verdienmodel. En dat maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. Ja, het dus, moet natuurlijk niet alleen allemaal gefaciliteerd worden organisatorisch, maar ook nog financieel natuurlijk. Ja, dat ging in het begin van de coronacrisis, zeg maar, waren er heel veel potjes en weet ik wat. En nu zijn we er toch wat meer aan het wennen. En dus het wordt voor ons steeds harder ons best doen om een beetje centen binnen te krijgen. Dat is de ene kant. En de andere kant is gewoon ja, de schaalvergroting die je heeft gekregen. Iedere keer moet het weer in een disposable bakje van 30 cent. Nou ja, reken maar uit. De brandstofprijzen gaan omhoog. Of je nou met 4 auto's rijdt zoals in het begin van het jaar. Of nu met 10. Fikse toename eigenlijk op alle vlakken. Ja. Rutger, wat gaat er door je heen als je hoort dat er zo enorm veel vraag is naar een simpele gezonde maaltijd? Ja, wat je terecht zegt, dit kan eigenlijk niet. Het is heel bizar dat we in deze tijd dat dit nog nodig is. En vooral het stukje, en dat vond ik misschien het meest heftige. Mensen die net een paar euro te veel verdienen, dus die echt wel hun best doen, net iets te veel verdienen, maar daardoor nog steeds niet rond kunnen komen, dan alsnog net onder een grens vallen om voor de voedselbank in aanmerking te komen. Ik kan daar zelf niet bij. Dat is... Nee, ik had een gezinnetje met 4 kinderen die al 3 jaar bij de voedselbank zaten. Begin van de lockdown raakte papa zijn baan kwijt. Ja. En omdat je er al 3 jaar bij zit, kom je niet meer in aanmerking. Ja, wat ga je doen met 4 kinderen? Kom op, wat voor achterstanden bouw je op? Ja. Wat is het verschil eigenlijk met de voedselbank? Wij zijn, doordat we kleiner zijn, kunnen we iets meer vanuit ons hart werken en meer maatwerk leveren. Dus tot nu toe hebben we ook gezegd van, wij bezorgen die maaltijden koud. Dat is voedselveilig het slimst. Ja, heb je geen magnetron, regel een magnetron, joh. Ja. En heb je wat anders nodig, dan regelen we het ook. Er was ook een mevrouw bij de voordeur al de hele tijd zat dichtgetimmerd. Dus dan kom je in een huis binnen wat half gaar is. Nou, we zijn met die corporatie gaan bellen en zorgen dat die deur ook gewoon gemaakt werd. We hadden een terminale mevrouw, die hebben we nog met aan Stichting Ambulancefans gekoppeld, zodat ze nog een keertje naar het strand kon. En daar hebben we uiteindelijk haar laatste maaltijd geleverd en is mevrouw overleden.
Dus... krijgen bijna kippenvel van, moet ik zeggen. Want het gaat jullie niet alleen maar om het bezorgen van die warme maaltijd. Het gaat ook om het bezorgen van een beetje zorg. Ja, wij willen met zorg bezorgen. Dus wij, kijk, doordat wij eigenlijk een soort cadeautje komen brengen bij die mensen aan de deur, gaat die deur open. Want dan weten ze dat het niet de deurwaarder is. Of, en daardoor hebben ze iedere dag in beeld. En als we het nou bergafwaarts zien gaan, dan gaan we rondbellen met de welzijnsinstanties van jongens, dit heeft aandacht nodig of het gaat niet goed. We hebben heel veel dementerende mensen die nog te vitaal zijn om opgenomen te worden, zeg maar. En die zie je ook op een gegeven moment weg ebben. En dan grijpen we in. De kracht is echt dat we iedere dag aan die deur komen. Zien we het verloop van mensen, of het goed gaat of niet. Waarom vind je het zo belangrijk om dit op deze manier te doen? Nou, ik persoonlijk heb een prima leven. Ik ben slim genoeg en creatief genoeg om het... ik zal nooit zonder eten of onderdak of kleding zitten. En ik hou van impact ondernemen. Dus iedereen meeslepen waarin je van waarde kan zijn. En dat... dat is een stuk zingeving, kan je dat noemen, op een hele praktische manier. En daar zoek ik graag de grens in op. Nou ja, wel op een hele mooie manier. De Schiedammers die kijken en denken, ja jeetje, ik wil hier eigenlijk ook iets mee doen. Ik wil helpen. Hoe kan dat? Nou, check crisiscatering.nl. En crisiscatering.nl/giften is als je plat geld wil droppen. Maar eigenlijk wil ik heel graag dat dit niet alleen het probleem is van Bob, maar van heel Schiedam en heel Rotterdam. En dat, want als we deze mensen uit hun shit krijgen, dan gaat het met ons ook allemaal beter. Het is ook een hele duurzame oplossing om te zorgen dat al die shit weg is. Want dan hoeven we veel minder te herstellen. We zijn nu alleen maar aan het herstellen en pappen en nat houden. We moeten, en dat willen we met die crisiscatering ook, we willen echt hengels uitdelen en niet vissen. Dus we geen monden voeren, maar zorg dat mensen het zelf weer kunnen. En we krijgen echt regelmatig mailtjes van mensen die zeggen van, ik kan het zelf weer, ik gun mijn maaltijd aan een ander. En dat is mooi, ja. We moeten daarin doorpakken. Dus sowieso doneren kan. Zijn er nog handjes nodig? Er zijn handjes nodig. We hebben heel hard leveranciers nodig voor allerhande producten. Of dat nou om disposables gaat of verse groentes of vlees is ook wel een keertje leuk. En dus heb jij productoverschot, hou ons aanbevolen. Er zit weer een lockdown aan te komen. Restaurants die met restproducten blijven zitten, geef ons een belletje en we komen het graag halen, zodat jij het niet in die prullenbak hoeft te gooien. En ik hoop een beetje dat we daar nog mooie kerstmenu'tjes voor deze doelgroep mee kunnen maken. Ja, staat dat op de planning, een mooi kerstmenu nog? Wij werken continu met de middelen die we hebben en we proberen dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We willen niet alleen praktisch doen, het moet, we proberen echt liefdevol product te maken wat uitnodigt om te eten en ondertussen ook nog schijf van vijf is en dat, dat je koppie er ook gezonder van wordt. Ik vind het een fantastisch initiatief. Hierbij ook een oproep voor alle Schiedammers. Zou je deze mensen willen ondersteunen? Ga naar crisiscatering.nl, daar kun je doneren. Maar vergeet ook niet, ben je een restaurant, eigenaar, een bedrijf of iemand anders die in staat is om producten te leveren? Neem dan ook eventjes contact op met Bob. Bob, ontzettend bedankt voor je komst. Ik vind het echt een prachtig initiatief. Heel veel succes de komende tijd. Ik hoop dat er veel Schiedammers zijn die een fijne en gezonde kerstmaaltijd kunnen krijgen. Dan gaan we van eten over naar drinken. Want mensen, dit is de laatste aflevering van 2021. En die wilden we toch een beetje feestelijk afsluiten. Dus Rutger gaat met ons cocktails maken. Rutger Vismans houdt het oude ambacht van jeneverstoker levend. Hij is hoofdstoker bij het Nationaal Jenevermuseum. Hij heeft daarmee als geen ander kennis van de drank die onlosmakelijk verbonden is met de stad Schiedam. De laatste jaren is jenever bezig aan een stevige comeback. Vooraanstaande bartenders hebben de drank herontdekt. Want met jenever zijn namelijk ook cocktails te maken. En waar jenever vroeger een drankje van je opa was, is het nu weer hip en happening.
Rutger, leuk dat je er bent. Je hebt inmiddels een hele verzameling aan spullen uitgestald hier op de presentatietafel. Ik zag al een boek voorbij komen. Ik zie allemaal materialen. We gaan het hebben over cocktails. Ja. Brandlos. Ja, nou het is wel grappig dat net in het filmpje kwam ook al een van de boeken langs die ik zelf ook ervoor gebruikt heb. En alles wat ik hier heb, ja, dat is van Tess. En alles wat ik hier nu ga gebruiken, of bijna alles, ik denk 90%, kan je ook in het Jenevermuseum halen. Dat leek mij wel een leuk uitgangspunt, zeker ook binnen Schiedam. Dit heeft nog een mooi boek, maar ik ga het gewoon even laten zien. Daar staan ontzettend veel gave cocktails in. En zeker nu met de kerst en helaas ook met een lockdown. En ja, mensen gaan toch proberen om er een leuke kerst van te maken. En dat kan je eigenlijk best eenvoudig doen met gewoon middelen die je thuis hebt. Want iedereen heeft wel een sinaasappel thuis. Bijna iedereen, denk ik. Of anders, het kleine broertje de mandarijn. En voor de kerst, ja, je kan een kerstboom pakken of je pakt een rozemarijn. Daar kan je ook van alles mee gaan doen. Daarnaast zullen de meeste mensen wel iets van koffie thuis hebben. En daar kan je allerlei kanten mee op. En, ja, mijn eerste reactie altijd bij cocktails, daar heb ik een shaker voor nodig, heb ik dit voor nodig, heb ik aparte glazen voor nodig. Ja. En dat maakt het dan natuurlijk weer een beetje ingewikkeld. Ja. Maar eigenlijk zeg je nu, dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Nee, je hebt het waarschijnlijk over zo'n glas. Bijvoorbeeld? Ja, het is een heel luxe en ingewikkeld glas. 50 cent bij de kringloop, dus kijk, dat valt best mee. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog andere hele moeilijke cocktailglazen nodig. Zoals zo een. Nou, dat valt allemaal reuze mee, ja. Moet ik zeggen. Dit zijn gewoon vrij simpele glazen. En ik dacht, ik ga het ook met simpele glazen ga ik daarmee starten. Om te laten zien dat het allemaal niet moeilijk hoeft te zijn. En nou, dat vind ik met Hotspot. Ik ga proberen het zo goed mogelijk te zeggen. Laten ze ook zien, het kan ook met simpele middelen. Dat kan dus ook met een cocktail. En dat is dat. Ja, dat, ik denk dat dat ook een reden is waarom we met z'n tweeën aan tafel zitten. Dat je met makkelijke middelen echt een hele hoop kan doen. Dan is jouw impact wel vele malen groter dan met een cocktail. Maar dat terzijde. Kijk, een simpele... Ik ga je dit drinken. Dat is ook waar. En als je te veel gaat drinken... Dan ga je heel veel impact maken. Ja, en dan heb je ook impact in je eigen bovenkamer. Dat kan ik afraden. Het is eigenlijk, ik ga beginnen met een heel makkelijke cocktail. Moet ik even kijken hoe ik deze open krijg. Zo. Japsek idee. En dat is eigenlijk een heel simpele. Dat is een variant op een gin tonic, zou je kunnen zeggen. Maar dan met gemberbier. En dat is simpel. Makkelijk maken voor de kerst. Dat is, ik heb een bakje ijs hier staan. Ja, dus... Je bent goed voorbereid, moet ik zeggen. Ja, doe mijn best. Ik bedoel, het zou zo lullig zijn als je cocktails moet maken en dat iedereen een glaasje water krijgt. Dus we doen ijs. En het belangrijke daarbij altijd is veel ijs. En dan zou je zeggen, ja, maar als ik heel veel ijs doe, gooi ik er heel veel water in. En dan verwatert de cocktail. Ja, het is heel raar. Bij ijs is het namelijk zo dat als je heel veel ijs gebruikt, dan gaat het ijs zichzelf ook allemaal een beetje koud houden, zou je kunnen zeggen. En doordat er heel veel ijs in zit, smelt het minder. Ik dacht altijd dat ze die glazen volstopten met ijs, zodat ze minder kwijt zouden zijn aan drank. Maar dat is dus niet het geval. Daar ga ik me niet over uitlaten. ga ik als eerste... dat vond ik een leuke om te doen. Dat is de moutwijn die ook echt in het museum gemaakt wordt. En dat laat zien dat je dus niet alleen maar aan goedkope, simpele dranken hoeft te denken. Maar je kan dus ook in dit geval, is het een 3 jaar vat gelagerde moutwijn. En die kan je ook gewoon prima gebruiken. Wat is het verschil tussen moutwijn en, zeg, jenever? De jeneverbes. En dit vind ik een hele leuke. Dat zijn mensen die weten dat ook niet allemaal. En moutwijn is de basis van jenever. Alleen moet je nog jeneverbes toevoegen. En de hoeveelheid moutwijn die in de drank zit, dat bepaalt dan weer. Heb ik nou te maken met een jonge jenever? Bijvoorbeeld de ketel 1, jonge jenever. Zit minder moutwijn in. Daarom heet het een jonge. Ga je naar een oude jenever, heb je meer moutwijn. In dit geval heb ik een 100% moutwijn meegenomen. Er zit geen neutrale alcohol in. En in dit geval ook even geen jeneverbes. Want ik dacht, ik neem aan de andere kant jenevers mee. Doe ik ook eentje dat het zonder de jeneverbes is. Wat handig is om te hebben is een jigger. Dit is een zogenaamde jigger. Ik dacht, ik neem een paarse mee. Hartstikke leuk.
ook omdat ik geen andere kleur heb. Maar wat mensen ook gewoon kunnen gebruiken is een espresso kopje of een klein koffiekopje. Omdat je kan of met de maat zelf werken of je gaat in verhoudingen werken met elkaar. Nou, in dit geval pak ik, want ik ga hem verdelen, 25 milliliter moutwijn. Ik ga er twee maken en dan wordt het allebei eigenlijk halfjes, zou je kunnen zeggen. En die 25 is ook met in plaats van een borrelglaasje neem ik altijd of ja, een PSV-glas. En als je het borrelglaasje neemt, zit je op ongeveer 40, 45 milliliter. Nou, dat is deze twee samen. En dan is het eigenlijk heel makkelijk. Een gemberbiertje erbij, gingerbeertje. En nou, je ziet dat ik hem heel hard met een shakebeker bezig ben. En echt heel erg mijn best aan doen om hem te shaken. Het is blijkbaar gewoon heel simpel om een lekker cocktail te maken. Nou, en bij deze is het ook een fijne als je daar bijvoorbeeld een beetje gember bij doet. Maar wat je ook kan doen is gewoon, wat veel mensen thuis willen hebben, is een mandarijntje. Want vaak bij een cocktail is het toch leuk om hem een beetje kleur mee te geven of nog iets vast erin. En dat hoort ook bij een cocktail. Nou, en in dit geval pak je gewoon een mandarijntje. Doe je zo. En als je het nog leuker wil maken, dan kan je ook zeggen, ik snij hem open en ik hang hem over de rand. Hartstikke leuk. Ik ga jou de eerste geven. Vind je dit ook geschikt voor bij het kerstdiner? Absoluut, absoluut. Want het leuke is dat je de ingrediënten van je kerstdiner, we gaan met nummer 1 beginnen. De ingrediënten van je kerstdiner zou je ook terug kunnen laten komen in een cocktail. Er zijn duizenden cocktails. Alles is weer met weer een subtiel verschilletje. Er is van alles mee te maken. Dus de kruiden die je bijvoorbeeld gebruikt in een gerecht, kan je ook weer meenemen in je cocktail. En daar kan je alle kanten mee op. Ik zal straks ook eindigen met een cocktail waar je normaal gesproken zou je met één van de ingrediënten kunnen eindigen in een diner. Doen we nu een cocktailtje ervan. Een andere bijvoorbeeld is, vaak nemen ze een bitter aan het einde van een diner om je spijsvertering op gang te helpen, om dat verder te laten gaan. En als we dat zouden doen, pak ik er nog een glaasje bij. En dit, hupsikidee. Zo, ik heb namelijk twee van deze bij me. Appa. Dit leg ik even opzij, dat is voor straks. Oh, spannend allemaal. Heb je zelf een favoriete cocktail? Nee, nog niet. Want ik krijg die vraag ook wel vaker in het museum. Van ja, maar wat vind je dan de lekkerste jenever? Wat is je favoriete cocktail? Wat is je favoriete drank? En dat hangt echt af van het moment van de dag en zelfs van de dag van het jaar. Nu zitten we rond ontbijttijd richting de lunch. Dan een wat lichtere cocktail. Als ik dan een cocktail zou moeten kiezen. Zit je wat later op de avond, dan heb je al zoveel smaken gehad. Ben je al met zoveel dingen bezig geweest. Dan wil je een smaakvolle cocktail. Aan het einde van je diner zou je bijvoorbeeld graag een Negroni willen. Een Negroni, ik weet niet of je die kent. Zeg mij niks, zegt het jou iets? Ja, zeg mij ook helemaal niks. Nou, leuk, dan doen we weer wat nieuws. Want een gemberbiertje kennen veel mensen wel. Nou, Negroni bijvoorbeeld. Gaan we weer scheppen. Echt steeds populairder, volgens mij. Ik zie bij veel kaarten, restaurants op de kaart staan. Het is in de supermarkt makkelijk te krijgen. Ja. En dus ook een mooi ingrediënt voor cocktails. Absoluut, ja. En dat dan met een goede, volle, krachtige jenever. Want dan blijft die ook wel mooi er tegenover staan. Kan je een hele mooie cocktail maken. Ik weet niet of je hem al geproefd hebt en wat je ervan vindt. Nee, ik heb nog niet geproefd, maar dat gaan we nu doen. Ga ik ondertussen verder met de volgende. Voor de volgende heb ik een Negroni. En Negroni wordt meestal gemaakt met een Campari. Dat is een bitterachtige drank die helpt met de spijsvertering. En omdat ik hiernaast de vermouth en de gin die ik gebruik, die zijn allebei wat zachter, doe ik iets minder van de Campari. Normaal gesproken is dit een hele simpele cocktail. Dus een derde, een derde, een derde. Van alles een derde erin gooien. En in ons geval ga ik hem nu iets minder doen van de Campari. Omdat die heel bitter is. En bitter helpt dan bij de spijsvertering. Dus daar doe ik iets minder van. En dan dacht ik, omdat we in het hele kader houdt een beetje lokaal. Het is niet super lokaal, hoewel je het wel in het museum kan halen. Heb ik Willems Wermoed meegenomen. Dat is een Hollandse variant van de martini, zou je kunnen zeggen. En martini is gewoon een vermoed. Vermoed is ook, dat heb ik met de Stokers, die hebben mij dit verteld. Er zat een oud zinnetje, hadden ze er vaak bij. Drink niet te veel vermoed als je nog vermoedt dat je ver moet. Ik vond hem zelf wel
Heel fijn. Hij is mooi bedacht. Ja, daarom doe ik maar een klein beetje. Doen we de vermoed erin. Dat is een wat zoeter drankje. Dus dat helpt ook een beetje tegen de bitters in te gaan. Waardoor die niet al te bitter is. Als je Campari puur zou drinken, er zijn liefhebbers van. Ik niet. Omdat het heel bitter is. Maar ga je het mixen, dan kan het weer wel. En de gin die ik gebruik, ik dacht, laat ik het gewoon doen. Ik neem mijn eigen gin mee. Ja, fantastisch. Had ik ook gedaan als ik op jouw stoel had gezeten hier. Nou, volgende keer gaan we ruiken. Nee, ik heb mijn eigen gin meegenomen en het lekkere is, er zit heel veel sinaasappel in en er zit tijm in. En dat geeft alweer aan, hè. Je kan met kruiden kan je een hele hoop kanten op. Ja, en ik zie ook liefde en passie. Ja. Ja, je vertelt er heel beeldend over. Het staat zelfs bij de ingrediënten. Dus. Ja, scherp gezien. Het staat erop. Ja, ik heb ooit de stap gemaakt om jenever te gaan maken. Nou, dan moet je in Schiedam terechtkomen. En dat is echt puur geweest omdat ik bloedzagrijnig thuis zat. Ik deed werk wat ik niet leuk vond. Dat neem je mee naar huis, dat is niet leuk. Mijn vriendin die zei, joh, ga iets doen wat je leuk vindt, maar niet dit. En wat moet je dan doen? Nou, dan door thuis in de kast te kijken kwam ik snel erachter dat ik iets met jenever moest gaan doen. Inmiddels ben ik uitgebreid ook naar een gin. Daar ben ik zo blij mee dat ik eigenlijk sinds 4 jaar geleden dat ik die keuze gemaakt heb, geen dag meer aan het werk ben. En dat is niet omdat ik niet werk, maar omdat het echt als een soort hobby voelt die ik aan het uitvoeren ben. Nou, deze tweede cocktail, de Negroni, gaan we enorm shaken. Zoals je, waar je al in het begin bang van was. Zo zie je maar, het is heel hard schudden. Dat was hem. Nou, en deze zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, die ga ik aankleden voor de kerst. En dan doe ik een beetje rozemarijn erbij. Vaak bij culinaire gerechten, dat denk ik dat je dat kent, is wat gebruikt wordt, is tijm en rozemarijn. Dan hebben we de tijm vanuit de gin die daarin zit. En de rozemarijn uit het drankje zelf. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, ik heb thuis nog een sinaasappel. Weet je wat, ik snijd er eentje open. En dat zo. Het ziet er sowieso al snel feestelijk uit, inderdaad, met een tijmtakje, ja. Een leuk glaasje, wat sinaasappel erbij. En zo zie je, het hoeft helemaal niet een ingewikkeld glaasje te zijn. Het kan gewoon simpel, hartstikke idee. Ik ga je weer de eerste geven. Ja. Hey, en als ik nou een Schiedammer ben, ik heb mijn kerstdiner eigenlijk al rond. Ik wil wat leuke ideeën opdoen voor cocktails. Waar kan ik die dan vinden? Sowieso kan je contact opnemen bijvoorbeeld met 1714 Cocktailbar. Die kunnen je ook heel erg helpen. En kom naar het museum. Daar hebben we de boeken ervoor liggen. Daar kunnen we je ook een beetje verder mee helpen. We hebben ingrediënten daarvoor, dus daar kan je een heel eind mee komen. Hartstikke leuk. De Negroni. Alsjeblieft. Ja, en wat je zegt, met een klein beetje fruit ziet het er al feestelijk uit. Ziet het er fantastisch feestelijk uit. Wij moeten gaan afronden. Ik wil je ontzettend bedanken. Dit was de laatste aflevering van Onder Ogen van dit jaar. We gaan er even tussenuit. We zien u graag op 8 januari weer terug. Namens het hele team van Onder Ogen wens ik u hele fijne feestdagen. Vooral hele gezonde feestdagen. En we sluiten dit jaar natuurlijk af met het uitgebreide weekendweerbericht van Tom Bruin. Cheers allemaal. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 18 december. Het weer wordt bepaald door een enorm groot hoge drukgebied waarbij twee kernen zijn te onderscheiden. De ene ligt bij Schotland met 1041 hectopascal en de andere boven de Alpen. Doordat deze drukverdeling zo ligt, is er eigenlijk heel weinig aan het weer te beleven. Er is ongelooflijk veel bewolking. Het is ook mistig. Af en toe valt er wat lichte motregen. Nou, vandaag zaterdag is het hetzelfde laken en pak. Er is veel bewolking. Het is overwegend droog. Misschien op een spatje motregen na. Voor de rest komt de wind uit het noord-noordwesten en is zwak tot matig. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 à 10 graden en dat is voor deze tijd van het jaar wel te hoog. De aankomende nacht is het opnieuw kans op wat mist of nevel en zondag is het opnieuw grijs. De wind komt weer uit het noorden en is zwak tot matig. En de temperatuur ligt zo op 8 of 9 graden. Na het weekeinde, dan gaat er wat veranderen. Maandag is er nog wat bewolking. De temperatuur is dan al 7 graden. En na maandag, dan komt de zon er geleidelijk bij. Maar het wordt ook geleidelijk kouder. De maximumtemperaturen dalen overdag naar 3 graden. En rond het vriespunt in de nacht.
Ja, en dan is het voorlopig even een koude periode. Dit was het weekend weerbericht van dit weekeinde.